ben Henk Roessen en ik ben een bewoner van een wel heel speciaal huis. Een huis wat tot stand gekomen is met behulp van Jan Schever. En dat is mijn held. Ik heb mijn held ontdekt gaande het tijdvak 35 jaar geleden tot op heden. Want de wijk die hier in Zuidoost tot stand is gekomen, is tot stand gekomen door initiatieven van Jan Schever. Iedereen weet dat op dit moment je bijna niet aan een huis kan komen. Het zij een huurhuis, het zij een betaalbare koopwoningen. Toen de tijd had hij een initiatief om huizen te bouwen in een wijk die niet duurder waren als ongeveer 115.000 guldens. Ja, ik heb wel vreselijk veel mazzel gehad dat ik toen de tijd in de gelegenheid gesteld werd om een huis te kopen dat hier door Jan Schevers in initiatieven tot stand is gekomen. Ik weet wat het is om van bijstandswet rond te komen. Of je AOW te gaan halen en een huurverhoging te krijgen. En dat je net een nieuwe winterjas moet kopen, waar je toch ook hard aan toe bent. Het persoonlijke kant van Jan Schever, natuurlijk maakte ik wel op allerlei momenten even mee, maar het was niet iemand die mee het café inging. Het was niet iemand die heel erg zijn vrienden in de politiek had. Hij had allerlei mensen buiten het stadhuis met wie hij intensief omging en waar hij ook steeds inspiratie uit ophaalde. En een van de dingen die ik van hem ontzettend knap vond, dat zit ook wel een beetje in die documentaire, was dat hij veel minder dan alle anderen stafvergaderingen had, allerlei overleggen met ambtenaren binnen de gemeente. Hij had eigenlijk een vrijwel lege agenda. Hij ging gewoon de straat op, of als er iets aan de hand was, dan kon hij gelijk inspringen en dingen doen. Nou, die nieuwbouw kunnen we dus wel vergeten. Huren van 300 en 400 gulden, die zijn voor ons niet te betalen. Nou, wat blijft er dan over? Dat zijn dit soort huizen. Maar die zijn verkrot. Er is jaren niks aan gedaan. Dus de enige oplossing was deze huizen opknappen. Die zijn voor ons nog te betalen. Mensen zijn best bereid om een paar gulden meer huur te betalen. Als ze er een douchecel voor krijgen of een betere keuken. En daar hebben we u bij nodig. U kunt zich vanavond opgeven als lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben er niet. Ik ben bezig met begroting volkshuisvesting. Maar u kunt mijn vrouw bellen. U kunt haar nu bellen. 020-38-7731. In Gulul kun je niet wonen. En dat is dan een gevleugelde uitspraak van hem. En hij bedoelt daar ook mee, je kunt er lang en breed over praten, maar je moet iets doen. Want anders gebeurt er niks. Ik heb diepe bewondering voor zijn initiatieven. En ik steun nog steeds de politieke richting die daarmee gemoeid was. Thank you.